Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. 25 maart om 6 uur 's avonds hield de gezaghebber Edison Reyna een toespraak over de strategie van het eilandelijk beleidsteam EBT tegen het bestrijden van de COVID-19. Ik wil beginnen met te melden dat wij nog steeds nul besmetting van coronavirus op Bonaire hebben momenteel. Er zijn in totaal 7 tests afgenomen, allen negatief. Op dit moment zijn er 84 personen in quarantaine. Vooropgesteld dat ik blij ben dat er nog steeds geen besmetting is, gaan wij er wel van uit dat het coronavirus op Bonaire komt. Wij moeten ons realiseren dat de situatie van de een op de andere dag kan veranderen, al stellen wij alles in het werk om dit moment zo lang mogelijk uit te stellen. Ik ben blij dat de meerderheid de beperkende maatregelen naleeft en dat men over het algemeen rustig blijft. Wij krijgen veel signalen over fake news. Ik hoop dat de groep mensen die fake news de wereld inhelpen zich realiseren dat zij zichzelf en anderen daarmee in gevaar brengen. Onnodige uren worden gestopt in het verifiëren van het fake news. Uren die ook constructief ingezet had kunnen worden om het coronavirus op een effectieve manier een halt toe te roepen. Daarnaast krijgen we ook signalen dat bepaalde groeperingen niet goed worden bereikt. Vanuit communicatie wordt hard gewerkt om naast het virtuele communiceren ook meer middelen te ontwikkelen zodat iedereen bereikt kan worden. Daarnaast zien we ook de vraag naar meer communicatie omtrent de cijfers. Ik wil iedereen op het hart drukken dat wij ons in een andere fase bevinden dan onze zustereilanden. Zij zien zich al geconfronteerd met het coronavirus en zijn daarom genoodzaakt meer informatie te verstrekken aan de bevolking, met name het aanscherpen van de genomen maatregels om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Niettemin neem dat niet weg dat wij ook meer moeten communiceren. Daarvoor doen wij ons uiterst best. Ik wil u toch uitnodigen om de officiële kanalen van de Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire te raadplegen. Informatie wordt verspreid aan de hand van radiospots en infographics. Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus vindt u op de website van rijksdienstcn.com. Deze is beschikbaar in 4 talen. Ook kunt u bellen naar het callcentrum met nummer 0800 1351. Dit van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En op zaterdag en zondag van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Ik wil nu graag inzoomen op een 3-taal berichtgevingen. Ten eerste de medische hulp die wij gaan krijgen of die wij al hebben gekregen uit Colombia en Nederland. Ik wil graag expliciet benadrukken dat deze ter voorbereiding is op een worst case scenario. Dus niet omdat het nu nodig is, maar preventief. Weet ook dat wij u informeren als er sprake is van een positieve test van coronavirus op Bonaire. In het belang van het eiland zal ik u direct hierover informeren. De waarnemend gezaghebber zal u straks uitleg gaan geven over het vergroten van de zorgcapaciteit. Dat maakt het misschien mogelijk een andere richting te kiezen omtrent de repatriëren van ingezetenen. We hebben ons in eerste instantie gericht op de datum van 7 april. Al zal het EBT trachten dit te vervroegen. Er zijn immers nog geen besmettingen op Bonaire en er zijn immers ook nog geen vluchten, maar genoemde datum is alleen haalbaar na ingewonnen advies van het RIVM. Ik hoop dit zo snel mogelijk te ontvangen en te bespreken in het EWT om aan een besluit te komen hierover. Het advies van de publieke gezondheid weegt daarbij zwaar, want mensen die terugkeren op Bonaire moeten gecheckt worden en in quarantaine geplaatst worden. En als ze toch ziek zijn, moeten die ook worden verpleegd. Ten slotte wil ik u
hierbij informeren over een uitbreiding op de reeds bestaande noodverordening. Vanaf morgen geldt er een algeheel verbod op samenkomst en evenementen in zowel publieke als besloten sfeer. Dit betekent ook dat het tijdelijk niet toegestaan is om te kamperen. En dit bijvoorbeeld op onze stranden. Dit is besloten naar aanleiding van advies van het RIVM als aanvullende preventieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Hierover zal meer gecommuniceerd worden. Zoals ik al eerder heb verteld, komt het EWT dagelijks samen. Inmiddels hebben wij hierin de strategie van de verschillende fases uitgewerkt. Er komt binnenkort een noodregeling voor kracht voor werkgevers op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Dit in verband met de pandemie COVID-19. Erik Brakke, hoofd SZW, vertelt meer tijdens een telefonisch gesprek. Vorige week heeft de regering in Nederland besloten dat er een noodpakket banen en economie komt. En dat is even als doel om zoveel mogelijk banen te behouden. Er is natuurlijk enorm veel omzetverlies op dit moment in heel veel sectoren van de samenleving. Toen in Nederland werd nagedacht over het noodpakket, want daar was de coronacrisis natuurlijk iets eerder aan de orde, is Caribisch Nederland gelijk meegenomen. Dus ook onze unit SZW heeft vanaf de allereerste momenten meegesproken over wat er voor Caribisch Nederland nodig is. En daarbij hebben we afgesproken dat de regeling zoals die in Nederland wordt gemaakt, dat die ook geldt voor Caribisch Nederland. En dat daar waar nodig, we zullen aanpassen aan de lokale situatie. Dus noem maar een voorbeeld, in Nederland kunnen ze de werkloosheidswet gebruiken. Nou, wij kennen geen werkloosheidswet, dus dat moeten we op een andere manier regelen. En we hebben ook heel erg gekeken naar de uitvoerbaarheid hier, omdat wij een kleine unit zijn. Dus wij moeten goed opletten dat we bij een bestaand systeem aansluiten en het niet te ingewikkeld maken, want anders gaat het veel te lang duren voordat we mensen kunnen helpen. Nou, dat noodpakket is aangekondigd en de hoofdlijnen, als je dat goed vindt, kan ik even kort schetsen. Ja. Er komt een regeling voor bedrijven waarbij ze medewerkers waarvoor ze geen werk meer hebben vanwege coronavirus kunnen aanmelden. En dan zal SZW Caribisch Nederland 80% van het loon van die mensen vergoeden. De voorwaarden voor bedrijven die daaraan meedoen aan die noodregeling is wel dat ze dan geen mensen ontslaan. Het is nadrukkelijk bedoeld om banen te behouden. Ja. We kijken ook naar mensen die een nulurencontract hebben of in een proeftijd een baan zijn verloren en die nu zonder inkomen zijn komen te zitten. En we denken ook in de regeling na over kleine eenmanszaken. Dus wat in Nederland een zelfstandig zonder personeel zou zijn, maar die regeling kennen we hier niet. Dus kleine ondernemers, hoe we het niet kunnen helpen in de tijden dat hun hele omzet wegvalt. Dat is op hoofdlijnen hoe die regeling eruit ziet. Maar dat vraagt heel specifieke invulling. En dat zijn we nu met Den Haag aan het fine-tunen, hoe dat eruit moet zien. Eigenlijk hebben we al heel veel klaar. En zodra daar akkoord op is, zullen we ook op onze website alle regels publiceren. De aanvraagformulieren komen daar in 4 talen op. Zodat ondernemers en mensen die hun baan zijn verloren snel een beroep op die regeling kunnen doen. Want wij krijgen op dit moment, we worden echt oversteld met vragen van mensen hoe dingen zitten. En ja, we merken dus ook dat de problemen al in volle omvang spelen op de eilanden. Ja. Dus het is ook wel zaak dat we snel handelen. Nederland heeft aandacht voor de noodmaatregeling voor Bonaire en zeker voor de toeristische sector die door de maatregelen van COVID-19 zijn benadeeld. Ja, dit zijn ook groepen waar we wel aan denken. Dus de duiksector, de toeristische sector, dus de hotels, de restaurants, tourist guides, noem het allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk mensen die direct in het oog springen. En we willen de regeling zo opstellen dat het dus niet alleen voor bedrijven geldt die hun medewerkers kunnen aanmelden, maar ook deze groepen die hun inkomen gaan verliezen van de een op de andere dag. Daar willen we wat voor regelen. Dus ook daar is een voorziening voor in de regeling. De exacte details, die kan ik nu nog niet geven. Die zullen we, zodra die bekend zijn, bekendmaken. Want wat ik al zei, we zijn heel ver. Maar het risico dat ik loop is, als ik daar nu dingen over zeg die op detailniveau zijn en dat verandert later nog, dat we mensen op het verkeerde been zetten. Dus dat wil ik ook voorkomen.
Dit soort beroepen die zijn nadrukkelijk in beeld, absoluut. Ja, wat S2-tarieven Nederland betreft zo snel mogelijk. Wij hebben wel die regeling, dat is technisch gezien een subsidieregeling. Die moet in Den Haag worden opgesteld. Die moet ook worden gepubliceerd in de staatscourant en dan kunnen wij uitbetalen. Ik hoop echt dat het een kwestie van dagen is dat die regeling is vastgesteld. En dan duurt publicatie ook niet zo heel lang meer. Maar wij zullen daar ook niet op wachten met het innemen van de aanvragen. Wij snappen de nood van ondernemers, van kleine zelfstandigen, van mensen die hun baan hebben verloren heel goed. Dus wij zullen dan de aanvraagformulieren direct beschikbaar stellen, zodat mensen het proces in kunnen. Het wordt voor ons heel veel werk en wij hebben ook minder medewerkers, net als heel veel andere bedrijven en instellingen, omdat de scholen dicht zijn, de kinderopvang dicht is. Maar toch bereiden we ons nu voor op een grote instroom en ook het feit dat we dat heel vlug kunnen verwerken. Want mensen hebben niets aan maatregelen die wij pas over maanden in effect hebben. Dus dat is voor ons een flinke klus. Dus daar vraag ik ook wel begrip aan iedereen dat we op dit moment ook niet alle tussenvragen en dergelijke beantwoorden, maar ons vooral richten op het feit dat we dadelijk snel kunnen helpen. De contouren van de regeling, daar is een persbericht over uitgegaan afgelopen vrijdag. Mijn verzoek aan mensen is, vraag op dit moment aan ons niet om details of bel of mail vooral even niet, want we zijn heel druk bezig om die regeling niet precies uit te werken. Dus wij concentreren ons liever daarop dan op vragen die we op dit moment niet kunnen beantwoorden. Ja, zodra de regeling rond is, zullen wij een persbericht uitdoen. Dat is ook het moment waarop alle informatie op de website komt, zoals ik al zei, in meerdere talen. Dan zullen we ook gelijk de aanvraagformulieren daarop zetten. Op zich hebben we dat allemaal klaar liggen. Dus zodra wij akkoord krijgen op de regeling, zullen we heel snel via de website van RCN alles bekendmaken. En mensen op de eilanden krijgen een signaal. We zullen, wat zoals ik al zei, persbericht uitdoen zodra we zover zijn. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Creabon heeft een nieuwe vereniging, Asokubo. Dit was op 6 maart gelanceerd. Kunnen keros en veehouders op Bonaire van alle kanten ondersteunen? We spreken met vicepresident Adolfo Popo Morales. Goedemiddag. Creabon heeft gezet een vereniging voor de landbouwers om in zijn kunuku te gaan werken. Dat is het punt dat de vereniging wil werken. Om geld, donatie te zoeken, om die Kunukero te gaan helpen om in de Kunuku te gaan werken en in de Kunuku te gaan wonen. Ja. Ja. Waarom is dit nu op dit moment zo belangrijk? Want we staan met een crisis van die virus en wat ik zie, de hele wereld is bezig om veel eten aan het kopen, al die rekken af te maken. En we gaan een probleem krijgen, want we produceren niks op Bonaire. 0,0. Je had me net gezegd, die 80% van salarissen die mensen nu gaan krijgen, die halen dan niet? Dat is niet genoeg. Want je krijgt 3 maanden 80% van je salaris. Die eten gaan verhogen. Misschien met die 80% je kan eten kopen voor 1 week. Niet voor de hele maand. Jij bent die man die vele malen over had, over als een crisis ons slaat, dat we in problemen zijn. Hoe kunt u dat vertellen? Ik ga nu mijn pet van de vicepresident afhalen. Ik ga praten net als Morales. De crisis is een groot probleem voor ons, want we produceren 0,0. De regering moet zetten die landbouw en tuinbouw en veeteer in de eerste plaats. Dat moeten we moeten doen nu. Zet deze dingen in de eerste plaats. Dat is belangrijk, want als je hebt geen eten, je zit in een probleem. En wanneer de virus is niet meer, we gaan een groot probleem krijgen.
Want de landbouw, de connoisseurs van die andere landen, moet hard gaan werken om eten te zetten in de rekken van die land. Ja. En dan, wat gaan we krijgen? Dure eten. Dure producten. Ja, dure producten we gaan krijgen. En die 80% is niet genoeg. Hoe kunnen kunukeros simpel geval beginnen aan zijn kunuk? Ja, je kan beginnen met kippen, geiten. Je kan ook planten, je tomaten. Iedereen gaat een beetje planten. Als je hebt 100 kunukeros, één plant tomaten, die andere plant komkommer, die andere plant pampona. Je begint met kippen, geiten en langzaam je gaat groeien. 24 maart is er een extra toevlug vanuit Amsterdam via Hato Airport geland op Flamingo International Airport. Deze vlucht is speciaal ingezet om nog zoveel mogelijk toevlugpassagiers van Curaçao en Bonaire terug naar huis te brengen. Reizigers die al een geldig ticket hadden, zijn via een sms-bericht gevraagd hun terugreis te herbevestigen. Zij konden daarna mee op deze speciale ophaalvlucht. En eventuele daarna nog beschikbare plaatsen zijn aan andere passagiers gegund. Het toestel is leeg vanuit Amsterdam vertrokken. Afdeling Communicatie Bonaire heeft 4 audio-opnames met de noodverordening COVID-19 in het Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans. Noodverordening COVID-19. Ondanks het feit dat er nog steeds geen indicatie is van een besmetting op het eiland, neemt het EBT extra beperkende maatregelen. De voorschriften zijn met ingang van 18 maart 2020 in werking getreden en gelden tot 7 april 2020 om 12 uur 's nachts plaatselijke tijd, tenzij voor die tijd tot verlenging of intrekking van de verordening is besloten. Op basis van de noodverordening gaan de volgende besluiten in. Er geldt een verbod op evenementen/samenkomsten met meer dan 50 personen. Restaurants en horecagelegenheden mogen open blijven, mits zij rekening houden met social distancing en maximaal 50 personen toelaten. Scholen gaan per direct dicht. Evenals voor- en naschoolse opvang, sportaccommodaties en inrichtingen, kerken en sauna's. De luchthaven wordt beveiligd en is uitsluitend toegankelijk voor personeel en leveranciers, zoals genoemd in de noodverordening. Bezoekers die vertrekkende passagiers afzetten, zijn maximaal een half uur toegestaan. Alle besluiten en aanwijzingen, gegeven door de politie, koninklijke marechaussee of daartoe aangewezen ambtenaren, moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Wordt dit niet gedaan, kan men gestraft worden met een hechtenis van maximaal 3 maanden of een geldboete van de tweede categorie. Lees de volledige noodverordening voor de exacte toelichting per besluit op rijksdienstcn.com/covid-19. Bezoek de Facebookpagina's Openbaar Lichaam Bonaire en Rijksdienst Caribisch Nederland voor meer informatie over het coronavirus. Voor verdere vragen over het coronavirus kunt u gratis bellen met 0800-1351. Naar aanleiding van de wereldwijde crisis die is ontstaan door het coronavirus, heeft de Nederlandse minister van Onderwijs besloten om alle centrale examens te annuleren voor het type onderwijs, VMBO, MAVO,
HAVO, VWO voor wat betreft het schooljaar 2019-2020. Ten eerste zal er geen centraal examen zoals gebruikelijk plaatsvinden in de maanden mei en juni van dit schooljaar. Het schoolexamen dat de school zelf maakt zal bepalen of de leerling met succes het schooljaar heeft afgerond. Het eindcijfer van dit jaar is het afgeronde cijfer van het schoolexamen. Normaliter bestaat het eindcijfer uit een gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het centrale examen. Ten tweede zal de slagingsnorm dit jaar aangepast worden als gevolg van dit niet normale omstandigheden. Scholen moeten ervoor zorgen dat alle schoolexamens conform het PTA uitgevoerd worden, het programma van toetsing en afsluiting. Wijziging van het PTA kan alleen plaatsvinden in het overleg met de onderwijsinspectie en het schoolbestuur. Ten slotte moeten worden afgesproken in welke periode het diploma en de cijferlijst uitgereikt zullen worden. Examenklasleerlingen worden verzocht om met de school in contact te blijven voor de laatste ontwikkelingen. Saba, een van de Bes-eilanden die zijn grenzen heeft gesloten nadat Sint Maarten verdacht van besmetting is van COVID-19. Gezaghebber Jonathan Johnson vertelt meer. Good day, residents of Saba. This is Island Governor Jonathan Johnson. Today I'm accompanied by Dr. Kuhn, our public health doctor, Dr. Blauboer, our head of the hospital, and Nurse Lizette. We are here today to give you information about COVID-19. As we are all aware, since earlier this week, COVID-19 has become a worldwide pandemic. We would like to inform you, the public of Saba, what effects that has on our island. As we all can imagine, we are all scared and we all are wondering what is going to happen. And today we are gathered to provide you with the information that you will need to make conscious decisions. That's why our public health doctor and our doctors from the hospital and our head nurse is here to provide the information. Many countries are taking strict measures, and we on Saba are also taking measures, and we have met as an emergency operation team and also the outbreak management team. What that entails is that we come together and we decide what actions should be taken on Saba. Other islands have implemented restrictions in an effort to limit the possibility of COVID-19 spreading in our area, but the reality is it is in our area, and more information will be provided on that. On Saba, we do not have any cases, so there are no cases of COVID-19, and therefore certain measures do not need to be in place now, but we do make plans and are making plans should it happen, what measures will be implemented. There are currently the borders stricter checks. There are a number of posters and such hanging up, and we also ask if you have traveled to certain countries, and if you are sick, what should happen. Education to our public, so that is something that the doctors and the head nurse will speak about, but practice good hygiene, wash your hands, and if you do have cold-like symptoms, what you should do. Many questions have been coming from the community, and I will now pass it over to Dr. Kuhn, who will be providing more information. Verder vertelt Dr. Kuhn Hulshoff aan de bevolking hoe zij deze besmetting COVID-19 moeten hanteren. There's still quite some unknowns about this virus, so we'll keep updating you about how long it stays alive, how far it can travel, how it does in warmer climates. At the moment, we don't know yet. Most important is that we contain this virus when we get an introduction. If someone comes in from an area with a lot of corona, we will inform them, we will educate them what to do when they get sick, and we educate them on very strict hygiene. If it's a very high risk person, we will quarantine them. If that person gets sick, we will isolate them, take samples, and find out who that person has been in contact with and that could have possibly been infected as well. We monitor those people and we quarantine the high-risk contacts. And this can be a very effective way of containing the virus on Saba and keep it very small.
We have the Camard immigration helping us. All healthcare staff is trained to ask for travel history. And that way we can find that first person really quickly. So that's what we have to do, and we have to be realistic that we may get people to the island with coronavirus. It's a global world, people travel, so we need to be prepared. But what can we all do to protect yourself, but also to protect our community here on Ceiba? For now, especially important for those who are traveling, but let's all get in the habit already that we practice extremely good hygiene. That means hand hygiene, wash your hands with water and soap, 20 seconds all over, or use hand sanitizer if there's no water nearby. Gloves, in that sense, do not necessarily help much. If the virus is on your glove and you still touch your face, you can still get the virus. That's why hand washing, hand washing, hand washing. Second, don't touch your face. Cough and sneeze in your elbow. Keep a distance from sick people. And if you do develop symptoms and you've been traveling, please isolate yourself, call the hospital and wait for further instructions. In general, it's always good, even if you've not traveled, if you have flu-like symptoms, stay away from other people. The regular flu is still going around. If we can protect people from that too, that would help. Volgens Dr. Joka Blauwboer zit Saba in dezelfde staat als Bonaire zonder patiënten die besmet zijn geraakt door de coronavirus. As mentioned already before, important to know, there's currently no cases of the virus, no suspected cases of the virus on island, on Ceiba. However, for the medical center, of course, we need to be prepared. So we have a contingency plan in case the virus does come to the island, and we have made all the necessary preparations. That means we have secured all necessary stock. We have looked into staffing, and we also looked at how we can best make use of our facility in case the virus comes to our island. Apart from that, as of yesterday, also as a preparation measure, we decided to practice social consciousness, which means to say we no longer will shake your hand when you come to our facility. We will not bump fists, and we will emphasize more on hand hygiene and hygiene in general, which of course we always work with, but we will now also emphasize that to you as our visitor. Okay. And of course for our more vulnerable patients, so that's our clients in the elderly home, but also our home health patients that are in their own home, we want to encourage everyone that's visiting them to also start practicing hand hygiene. So disinfect your hands, cough and sneeze in your elbow or in a disposable tissue, wash your hands before and after interactions with the vulnerable patients, and do not visit if you have flu-like symptoms. If the virus should arrive on the island, we will not allow visitors to the elderly home, and we will also stop all of the life program. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.